rammelen. I don't know, it's my hostel or no. In this place, two hostels with same name. In this place, near. You do it very fast. It's $15 behind the house. Helemaal niet lekker. Ze zeggen dat je altijd wel een keer ziek wordt in Centraal-Azië, maar dat het zo snel is. Jeetje. Nou, daar staan we dan. Ik voel me alsnog echt niet lekker. Dus vannacht is een lange nacht maken. 12 uur. Het is om 6 uur donker. Om 6 uur wordt het licht. Dus daartussen slaap ik. Dag zon. Joejoe. Oh. 13 uur later. Ik voel me absoluut niet beter. Oh. Jempie. Oh, goedemorgen wereld. Oh. Daar lag mijn portemonnee met al mijn geld en mijn paspoort zomaar op de grond. Ik was al 4 kilometer verder. Oh jee jee. Gaat niet goed, hè? Boston? Volgens mij zit ik verkeerd. Moest ik hier staan? Hey. Hallo. Zijn ze tam? Snap je? Ja. Lina.
de 7, de 6 en de 5 miste, heb ik hem. Nogal angstaanjagend eigenlijk. De eerste berg met sneeuw erop. Oh, winter komt eraan. Morgen gaat het onder nul. Ja, niet koud gehad vannacht. Hallo. Je ziet vandaag niet zoveel. Windkracht 7 van zij, dus dat is prima. Maar stof in de lucht. Goedemorgen, het is koud, het heeft heel de nacht geregend en ik heb mijn tent in een modderveld opgezet. Een modderveld van ongeveer 300 meter. Ik ben in Bishkek, de hoofdstad van Oezbekistan. En daar zijn de straten en parken helemaal leeg. Er is niemand. Hallo? Hallo? Af en toe staat er een bewaker, maar die heeft ook niet zoveel te doen. Dan zouden we in Centraal-Azië wel van hele grote vlaggenmasten. Dit krijg je wanneer de Sovjets een bazaar bouwen. Hmm.
Ja, ja. Tajikistan. Van het sausje. Hey jongens. Jullie wonen in Tajikistan. Weet je wel niet hoe leuk dat is? Ja. Hadden jullie maar. Oh, daar heb je hem dan. Niet mijn fiets. De president. Ze hebben toch al een grote wenkbrauw. Die presidenten. Dat ik een rivier heb gezien, dat ik hier heel erg blij van word. Geen idee hoe die heet. Ik zie wat jullie niet zien. Nee, het is een vliegtuig. Wow. En heuvels. Het zijn luidruchtige bomen. De mooiste dingen die ik de afgelopen maanden heb gezien. Dit meer. Heb je ze weer, mijn grote vrienden. Ontbijten op een plek als deze, dat is nooit verkeerd. Toch? De wolken in. Dan zie je ook de eerste besneeuwde bergtoppen. Indrukwekkend. Herfst. Jongen. De zomer is echt voorbij. Nou, dat daar was Tajikistan. En dit stroompje ligt precies tussen Tajikistan en Kyrgyzstan. De bergen. Oh, land nummer 15. Laatste land voor China. Jongen, jongen. Ah, shit.